Dit is Kiara en Kiara is heel erg sportief. Wat doe je allemaal, Kiara? Ik doe paardrijden. Dansen. En trampoline springen. Zo. Heel sportief dus. En nou is er één ding die je niet zo goed kan, hè? Dat is? Hardlopen. Hardlopen. Oké. Okay. En waarom lukt dat dan niet? Omdat ik een kunstbeen heb. Een kunstbeen? Ja. Oh. Oh, kijk eens. Jouw been loopt tot hier zo ongeveer. Ja. Een paard. Ja. Je naam staat erop. En hoe komt het dat jij maar één been hebt? Nou, ik ben geboren met anderhalf been. Ah, oké. Okay. Zijn er sporten die je niet kan doen? Ja, één ding. Wat dan? Turnen. Turnen kan je niet? Ja. Nou heb ik heel goed nieuws, dan kan ik ook niet. En ik heb twee benen. Bimbo is verloren, je been? Ja. Nee? Ja. Echt? Ja. Nou, dat wil ik horen, hoe kan het? Ooit ben ik gaan voetballen en heb ik de bal heel hard met mijn kunstbeen geschopt. En vloog zo in de lucht samen met de bal. Tegen de keeper dan? Ja. En je kan niet met dit hardlopen? Kan wel, alleen niet zo hard. Laat eens zien. Dat is meer hinkelen, denk ik. Meer galopperen. Het is meer galopperen. Wanneer kan je dan heel hard lopen? Als ik een bleed heb. Een? Bleed. Een bleed. Dat is een andere kunstbeen, zal ik maar zeggen. Ja. Heb je één keer eerder aangehad, toch? Ja. Hoe was dat? Gek. Ja? Ja. Had je wel het gevoel dat je er hard mee kon rennen? Ja. Maar of je er echt goed in bent? Dat weet ik niet. Dat weet je natuurlijk niet, hè? Nou, we gaan een bleed aan doen. Voor de tweede keer van je leven. Spannend? Ja. Kom. Tom, hallo. Nou, kijk eens even. We zijn... Kiara. We zijn hier voor de bleed. Je hebt de bleed bij je, als het goed is. Ah, goed dat je dat gedaan hebt. Ga lekker zitten, zou ik zeggen. En ga je ook in iemands oor kijken, Tom? Ik ga niet in iemands oor kijken. Ik ga op niveau van het been kijken. Wat leuk. Wat goed zeg. Dus nu zit hij eronder en ik kan ze voorzichtig gaan staan en de eerste oefeningen doen. Nou, we gaan staan. Even staan, ja. Nou. Zo, dit voelt anders. Dat voelt anders, nou, dat snap ik wel, ja. Voelt het vreemd? Beetje. Wat voelt het dan vreemd aan dan? Hij veert heel erg. Oh ja, dat doet die andere been natuurlijk niet. Nee. Maar het vergt wel, denk ik, een hele nieuwe techniek. Ja. En van wie zou je dat nou heel graag willen leren? Marlou van Rijn. Ja, Marlou van Rijn is de snelste vrouw met blades op aarde. Ze heeft 3 wereldrecords in handen en won ook al 3 keer goud op de Paralympische Spelen. Wow, wat een topper! Yeah. Marlou! Hey, hallo. Hi. Ik ben Marlou. Wat goed dat je er bent. Die van jou, maar die zijn anders dan die van haar. Ja, die van mij zijn iets meer gericht op een hele snelle sprint. Waar bij jou eerst nog maar eens even gaan oefenen, toch? Rennen. Ja. Laten we eerst gaan rennen. Hoe gaan we dat aan? Nou, we gaan gewoon beginnen met rennen. Uiteindelijk is het niet zo heel moeilijk. Moeten we de spieren? Wel, nee joh. Die bleed zijn gemaakt om op te rennen, dus we gaan gewoon meteen beginnen. Vind je dat een beetje spannend? Beetje. Een beetje wel, maar het gaat wel goed komen hoor. Wil je maar dat ik je hand vasthoud? Ja. Ja? Oké. Okay. Zo, nou. Dat gaat meteen al heel goed, toch? Ja. Heel goed hoor. Zo. Ja. Vond je het leuk? Ja. Het ziet er echt heel goed uit hoor. Veel beter dan net met het andere. Nee, eerlijk. Zullen we nog een keer doen en dan los met je zonder hand vast? Ja. Durf je dat? Oké, handen los. Probeer ze een beetje mee te bewegen, ja? Ja. Heel goed. Probeer je handen een beetje, armen een beetje gebogen te houden. Goed hoor. Nou, nog eentje gedaan. Heb je zelf iets waarvan je denkt, dat wil ik nog beter kunnen? Nog harder. Nog harder. Dan gaan we toch nog gewoon even harder. Zorg dat je armen gebogen blijven. Want je armen kunnen bepalen hoe hard je gaat. Dus probeer om je armen gebogen te houden en een beetje naar voren te doen. Hey, nog harder, nog harder. Kom op. Zo, hou je armen gebogen. Hè? Heel goed. Dat was inderdaad al best wel hard, hè? Ja. De beweging is hartstikke goed. En we kunnen wel wat oefeningetjes doen waardoor je benen hetzelfde gaan voelen. Dus gewoon een beetje joggen op de plek. En dan steeds iets hoger. En nog iets hoger kan het. Dus als je gewoon een beetje dat soort oefeningetjes gaat doen, dan wordt rennen steeds een stuk makkelijker. Omdat je gewoon een beetje gewend bent aan je bleed.
Hoe was het om hier te staan met je grote held? Leuk. Ja, toch? Ja. Dat is toch fantastisch? Ja. Ja, eigenlijk zou je... Je wilde hier nog iets, toch? Ja. Wat wilde je dan? Een handtekening van Malou. Oké. Kijk eens. Dank je wel. Heel goed. Heel goed je best doen, lekker blijven trainen en dan komt het allemaal wel goed. Ja. Top. Dank je wel, hè.